In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. God is mijn helper. De Heer beschermt mijn leven. Van harte breng ik u een dankoffer en wil ik uw goedheid prijzen, Heer. U allen van harte een goede middag gewenst. Welkom in de viering van de Heilige Eucharistie, waarin we samen de liturgie zullen gaan vieren van de 16e zondag door het jaar. Op de voorkant van uw misboekje staat de titel Rust wat uit. Het zou normaal gezien een hele mooie titel zijn aan het begin van de zomervakantie. En Jezus gunt zichzelf en zijn leerlingen wat rust. Komt u eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Maar de mensen bleven hem volgen en Jezus voelde ook medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder. En laten we in deze Eucharistie Christus, de opperherder, ontmoeten in het woord dat hij spreekt en in zijn zelfgave in brood en wijn. Ik wens ons allen een goede viering toe. Om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren, willen wij onze schuld belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor de Waarde, dat ik gezondigd heb in woorden gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, en mijn broeders en zusters, om mij te bidden tot de Heer. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, aan God in den Hoge. In vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. We prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, en vaart ons gebed. Want gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen Allerhoogste Jezus Christus. Laat ons bidden. Hemelse Vader, je hebt uw eigen Zoon gezonden om voor ons uit te gaan op onze levensweg. We bidden u, laat ons hem volgen in de kracht van uw geest en breng ons voor altijd samen in uw stad van vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu gaan we luisteren naar het woord van God. De eerste lezing is uit de profeet Jeremia. Wee de herders door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. God spraak van de Heer. Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders die mijn volk weiden: door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteengedreven. Je hebt er niet op gelet.
maar ik let wel op u, om al uw misdaden. God sprak van de Heer. Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen, uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weide. Ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn. Geen van hen wordt nog vermist. God sprak van de Heer. Geloof mij, de tijd komt, God sprak van de Heer, dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal hen met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. In zijn tijd wordt Juda bevrijd, ligt Israël veilig. En dit is de naam die men hem geeft, de Heer onze gerechtigheid. Woord van de Heer. Bidden wij nu antwoord Psalm nummer 23 met als refrein: de Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. En de tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zusters en broeders, door het bloed van Christus zijt gij echter, die eertijds veraf waart, dan zijn Christus Jezus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede. Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidingsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen. Namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen. En die beide in één lichaam met God te verzoenen, door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En hij is gekomen en hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want in hen hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Woord van de Heer. Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en ik ken ze, en zij volgen mij. Halleluja. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om er alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hem gaan en begrepen waar hij heen ging. Uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen
want zij waren als schapen zonder herder. En hij begon uitvoerig te onderrichten. Woord van de Heer. Beste medegelovigen, rust wat uit zou bij uitstek een titel kunnen zijn, zo aan het begin van een zomervakantie. Maar bij het lezen van die titel op de voorkant van ons misboekje, dacht ik deze dagen toch aan wat anders. In plaats van rust is er heel veel onrust. Onrust waar we voorlopig nog niet van af zijn. En mijn gedachten gaan uit naar de vele gebieden die in de afgelopen dagen heel veel last hebben gehad van het hoge water, overstromingen, verwoestingen van huis en haard, slachtoffers, gewonden en doden. Mensen die in onrust verkeren door de situatie waarin ze zitten. Maar ook de onrust bij de vele hulpverleners die met man en macht aan het werk zijn om mensen te redden en te redden wat er te redden valt. Ik denk ook aan de onrust bij de familie van Peter R. de Vries, die na dagen geleefd hebben tussen hoop en vrees afscheid moesten nemen van hem. En we mogen ook denken aan het coronavirus dat een hele snelle opmars maakt en wederom mensen ziek maakt of tenminste veel onrust met zich meebrengt door weer de regels die aangescherpt moeten worden. Ik denk ook aan de Hercules-ramp, de vliegtuigramp die op 15 juli 1996 plaatsvond hier heel vlakbij op de vliegbasis in Eindhoven. Het is weliswaar 25 jaar geleden. Die ramp, de Hercules, kostte 34 inzittenden het leven. En ook deze herdenking in de afgelopen week brengt tot op de dag van vandaag pijn en verdriet met zich mee. Maar ik denk ook, beste mensen, aan die vele internaten in Canada, waar meer dan 1000 anonieme graven zijn gevonden. Wat er in die tijd allemaal gebeurd is, God weet het. In één woord verschrikkelijk. En hier hebben we geen woorden voor. En in de afgelopen week, je mag het weten, sprak ik tegen mijn pastoor ook uit, beschamend wat er allemaal in de naam van onze Heer Jezus Christus heeft plaatsgevonden. En u mag best weten dat ik mijzelf dat ook echt aantrek als bedienaar van de kerk. Onrust alom. In de eerste lezing hoorden we woorden: wee de herders door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. Het zijn woorden van 26. Het zijn woorden die al heel oud zijn, maar ze zijn eigenlijk van alle tijden. Ze klonken tegen de Romeinse overheersers, tegen de oorlogvoerders en de slavendrijvers van alle tijden, tegen de Europese kolonisators die hele volkeren hebben uitgemoord, tegen monsters zoals Hitler, Stalin en Mao, die tientallen miljoenen doden op hun geweten hebben. Gesteld natuurlijk dat zo'n monster ook een geweten heeft. En ze klinken ook vandaag. Maar wee de geestelijke die tienduizenden jongeren seksueel misbruikt hebben. En wee hun overste en bisschoppen die daarvan op de hoogte waren en niet hebben ingegrepen. Wee hen die daardoor honderdduizenden eerzame geestelijke en de gehele kerk te schande hebben gemaakt. Maar wee de Ierse kloosterzusters die tientallen jaren lang met onmenselijke strengheid en al even onmenselijke verwaarlozing tienduizenden zogezegd slechte meisjes in hun kloosters hebben opgesloten en honderden overleden babytjes naamloos in putten hebben begraven. En nogmaals,
Wee de Canadese katholieke internaten, waarin 100 jaar lang kinderen van inheemse volkeren werden opgesloten omdat ze niet van Europese afkomst waren, een andere taal spraken en een andere cultuur hadden. Wee de Amerikaanse scoutsafdeling BSA, die tientallen jaren lang het seksueel misbruik van 60.000 jonge scouts door duizenden vrijwilligers heeft toegedekt. Maar wee ook de verantwoordelijken voor de miljoenen kinderen die in zoveel steden wereldwijd op straat in riolen en op vuilnisbelten moeten leven. Wee de machtswellustelingen in tientallen landen die hun volk onderdrukken en uitbuiten, hun tegenstanders vermoorden, alleen maar corruptie en geweld kennen en de oorzaak zijn van 85 miljoen hongerige vluchtelingen. Wee al die vreselijke monsters van gisteren en vandaag en wee de herders die hun kudde in de steek laten. Talloos zijn de schapen die zich verlaten voelen. De woorden van de eerste lezing spreken dus nog iedere dag. Wee hen, wee de herders. Het is een gevoel, beste mensen, dat ook wij kennen, wanneer we voor alles alleen staan, wanneer we ontroostbaar lijden onder het verlies van een man, een vrouw, een kind, een vader of een moeder, wanneer we tegenslag hebben in alles wat we ondernemen, wanneer we ruzie hebben en wanneer we ons door iedereen uitgestoten en door niemand meer gedragen weten. Beste zusters en broeders, de Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Zo klonken die woorden in de tussenpsalm na de eerste lezing. En het zijn de eerste versen van Psalm 23 die toegeschreven zijn aan koning David. Het is een psalm die direct aansluit bij die eerste lezing. Want daarin zegt God de Heer: ik breng de schapen bijeen uit alle landen. Ik breng ze terug naar hun weide en ze worden weer vruchtbaar en talrijk. En hij zegt ook tegen ons: de tijd komt dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. En wij weten inmiddels dat die belofte van eertijds in Jezus gestalte heeft gekregen. Hij is de goede herder die liefde en vrede brengt en die ons langs veilige paden leidt en die ons mensen nooit in de steek zal laten. En laten we hem volgen in zijn woorden, in zijn daden, zodat ook wij goede herders zijn voor onszelf en onze medemens. Amen. Willen wij samen bidden, ons geloofsbelijdenis op bladzijde 4. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. En in één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde.
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijk, die gesproken heeft door de profeten. Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Bidden wij tot God onze Vader, die barmhartig naar ons omziet als wij ons tot Hem wenden. Voor allen die in ons land leiding geven en verantwoordelijkheid dragen, dat zij dit blijven beschouwen als een dienst, die vooral bezorgd is om de kleinste en armste. Laat ons bidden. Voor de kerk, dat ze gehoor geeft aan de woorden van de Heer en zo steeds nieuwe hoop en toekomst weet te brengen aan de mensen die vergeten worden. Laat ons bidden. Voor hen die vanwege ziekte of ouderdom in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk, dat ze bezoek krijgen van attente mensen. Laat ons bidden. Om steun en sterkte voor de mensen die zo zwaar getroffen zijn door de watersnoodramp. Laat ons bidden. En bidden we in deze eucharistie ook voor de bedienaars van de kerk, voor de priesters, diakens, bisschoppen, dat zij zelf voortleven wat ze ook verkondigen, de woorden van het evangelie. Dat ze mensen nabij zijn zoals de opperherder Jezus dat heeft gedaan. Laat ons bidden. We bidden voor het welzijn van onze parochiegemeenschap. Laat ons bidden. We mogen bidden voor Lennox Soeteman, die morgenmiddag het sacrament van het doopsel zal ontvangen in de Nicolaaskerk. Dat het kindje geluk mag vinden bij zijn ouders, in vereniging ook met God die liefde is. We bidden voor Irene Nieuwensteeg en Toon de Munk, die vanmiddag aan elkaar het jaarwoord hebben gegeven, woorden van liefde en trouw in de Willy Broederskerk. Dat zij gelukkig mogen worden met elkaar. Laat ons bidden. We bidden voor onze dierbare overledenen. We bidden voor Chris Vrijsen, 83 jaar. Marietje Vos Lubbers, 89 jaar. Van hen hebben we afgelopen week in geloof afscheid genomen vanuit de kerk in Waalre. Voor Juliette Berben Sterken. Haar heeft afgelopen week de uitvaart plaatsgevonden vanuit de Nicolaaskerk. Henk van der Heijden, 75 jaar. Zijn uitvaart zal aankomende dinsdag plaatsvinden vanuit de Nicolaaskerk. Voor Jan de Wit. Zijn uitvaart zal komende woensdag plaatsvinden vanuit de Nicolaaskerk. We bidden voor Mien Bijnen. Voor haar zal komende donderdag de uitvaart plaatsvinden vanuit de kerk in Waalre. Dat al onze dierbare overleden, ook hen die we niet met naam hebben genoemd, thuis mogen zijn in die vrede en vreugde bij God die geen einde zal kennen. Laat ons bidden. En we bidden een moment in stilte. God, wij zijn telkens weer bij u te gast.
Schenk ons uw woord en het goede levensbrood om gezond te kunnen leven naar lichaam en ziel. Door Christus onze Heer. Amen. Met deze woorden van de voorbeden zullen we de dienst van het woord nu gaan beëindigen om aansluitend de Eucharistie te vieren. Uw offergave worden na afloop verzameld in de collecte, waarvoor dank. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leed. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En nu dragen wij ook de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leed. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En nu dragen wij ook de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Bid, broeders en zusters, dat mijn hoofd aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heere toch uit worden aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. God, gij hebt de vele offers van het oude verbond tot voltooiing gebracht in het ene en volmaakte offer. Aanvaard dit offer op de handen van uw gelovigen en heiligheid, zoals de gaven van Abel met uw zegen. Laat de overgaven die ieder heeft gebracht om u te heren, voor allen heilzaam zijn, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaken. Verheft uw hart. Breng mij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Jezus Christus, onze Heer. Die eenmaal door de dood is heen gegaan, het ontzettend wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn, uw uitverkoren en geheiligd volk. Koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal.
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in nu onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse macht, God zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogte, gezegend Gij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoogte. God, onze Vader, we danken u met heel ons hart, want Gij hebt ons het leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dan verschuldigd om Hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld gemind. Nu gaf Hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte Hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u aan alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf te doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, we verkondigen uw dood. We beleiden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. We bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus, en aan allen die hij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en alle heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank. Door Jezus, de Zoon, onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden waarde zoals in de hemel. Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gestoen door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan de apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Vrede en alle goeds voor u die de mis meevolgt vanuit thuis. U in de kerk aanwezig, ik nodig u uit elkaar een groet van vrede te brengen. Lam Gods dat u wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat u wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat u wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn van de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonen der wereld. Heere, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek dat ik zal gezonden worden. Dat gaan van God.
Vol goedheid en liefde toont zich de Heer. Hij liet ons de gedachtenis na van zijn wonderen. Hoe zelf gaf hij aan die hem vereren? Laat ons bidden. Hemelse Vader, bij u vinden wij de vrede en rust die niemand anders geven kan. Blijf ons nabij, wees onze herder. Laat ons in de wisselvalligheden van het leven nooit vergeten hoe gij in uw voorzienheid alles ten goede leidt. Door Christus onze Heer. Amen. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze misviering. Zoals u misschien wellicht al begrepen heeft, is reserveren voor misbezoek niet noodzakelijk, niet nodig. Dus u kunt gewoon naar de kerk komen. De afstand die we kunnen bewaren is groot genoeg, die 1,5 meter. Dat geldt ook op de zondag, dus daar zijn we vanaf. Maar we weten het, voorzichtigheid moeten we nog steeds betrachten, want de cijfers, goed, die klimmen weer omhoog, zorgwekkend. Dus voor onszelf, maar ook voor de ander. Pater John en ik, we wensen u van harte een hele gezellige zaterdag toe, hopelijk. En morgen een goede zondag. Een goed begin van weer een nieuwe week. En dat de Moeder Gods, Maria, die we dadelijk ook een goed gaan brengen, dat die ten beste mag spreken voor alle mensen die op dit moment in nood verkeren. Onze zuiderburen, maar ook in België en Duitsland mensen die heel hard getroffen zijn door het water. Het lijkt op zo'n mooie dag als vandaag. Hoe kan het? En toch de beelden die spreken boekdelen. Dat Maria, de sterren der zee, ook voor hen ten beste mag spreken. Gods goede zegen. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. En gaat alle heen in vrede. Bedankt.